Ik heb ze een super compliment gemaakt voor het bereiken van de finale. Maar ik ben iemand die kan niet tevreden zijn met goed als het nog beter kan zijn. Dus soms ben ik ook kritisch als ze goed zijn. Omdat ik vind dat dat naar mijn ploeg moet zijn. En als ik mijn werk niet op orde heb, mogen zij dat net zo goed zijn naar mij. En zo moeten we met elkaar omgaan. Als je de top wil bereiken, kan je niet tevreden soms zijn met goed. Zijn ze dat wel eens kritisch op u? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ook ik heb wel eens, ik ben ook maar een mens, ook ik heb wel eens iets niet op orde. Dat probeer je te voorkomen. Waar hebben we het over dan? Kijk, als ik één detail mis in een wedstrijd waar ik ze niet voor gewaarschuwd heb of info heb bezorgd, dan doen ze dat echt wel. Het is niet vaak gebeurd uiteraard. Maar een keertje of zo, de afgelopen 5 jaar. Maar dat is waar ik ze wel in wil triggeren. We moeten elkaar scherp houden en alleen dan kan je dit soort wedstrijden winnen. Rare vraag, maar is het dan misschien niet beter dat jullie tegen AZ spelen als tegen Cambuur? Dat zou je bijna wel zeggen, want AZ is natuurlijk de ploeg die ook van zijn kwaliteiten uitgaat. Ze zullen minder snel op hun voetbalkwaliteit leunen dan? Ja. Ja. Dat is wel lekker, hè? Die bekerwinst van Feyenoord of deze? Deze, want je bereikt er een finale mee.